science are born to explore, discover, and to invent. We exist to capture the moment of life, to explore our environment, and maintain our rate of evolution. We have evolved from primitive creatures to intelligent species, humans, who can take decisions of their own. Our mind has driven us to the point where we're independent of others, but it also has driven us to the moment where we destroy the planet we live on. Since the Industrial Revolution, the carbon dioxide emissions keep warming up the Earth. This may sound as a cliche, but it's the truth. Some say we're not to blame, that it's a natural event. But the last several years, many scientists have experimented to find out what is about to happen with our home, Mother Earth. This documentary will show the surprising consequences of what we, humans, have done to the environment we share with others. As you can see, there has been some snowfall today. There's now approximately 10 centimeters lying on the ground. Unfortunately, this is an exception. This is the first snowfall this winter and probably the last. Yeah, it is something we need to worry about. The climate is still warming up. And yeah, it is a problem. At least we can enjoy it now. As you can see, the fun is over. The snow has completely melted away. Like here, the snow will also start to melt at the North and South Pole. This can cause huge problems. The sea level will start to rise. Holland, which is situated below sea level, will need to be protected. This can be done by building dunes, dikes and delta works. This animation shows why there should be a concern about the climate change. Over a period of about 40 years, the North Pole will be as good as vanished. The sea level will rise, and 70% of Holland will be probably underwater. With a rising sea level, we need to protect countries. Holland, for example, is very well protected, with its dunes, dikes and delta works. Other countries like Thailand and Bangladesh aren't. These countries need to be protected, otherwise they will get flooded. Watch the next video. Bangladesh is located at the point where three of the biggest rivers in South Asia come together. Therefore, they suffer from severe floods every year. A big part of the country is part of the Ganges Delta, the largest floodplain in the world. A floodplain is a piece of land near the river which is flooded often. It makes way for the water to go through, making it easier to flood. Also, the deforestation adds to the flooding. Trees make the soil firmer, and since they're cut down, the soil gets softer and softer. The rivers can easily pull loose the soil and create a devastating mudstream. Together with the other two rivers, the Juanuma and Padma rivers, the government of Bangladesh pays millions a year for repair costs. In 1988, over 1,000 people died and millions made homeless. 57% of the land was flooded. It cost the country almost $1 billion to repair the damage. If the water rises more due to global warming, they have a big problem, along with other countries who are in the same situation. To protect Holland from the water, we're using different methods.
One of the methods is called a water pumping system, in Dutch a gemaal. What it is and how it works, we will explain in the next video. 2 days ago we had an interview with Mr. Koopman from Waternet. He will explain how it works. Check it out. Ik ben hier in Waverveen, bij het gemaal. En we zitten hier op een diepte, zo zou je het kunnen noemen, van 6,80 meter onder NAP. Dat is het zeelevel hier in Nederland. We gaan zo meteen een interview hebben met meneer Klaas Koopman. Dat is iemand die bij Waternet werkt. En die zal ook uitleggen wat hier precies gedaan wordt. Hier wordt namelijk water van beneden wordt hier naar boven gepompt. Zoals we ook nodig hebben om hier de kolder droog te houden. Meneer Koopman, hoe is Nederland momenteel beveiligd tegen overstromingen? Nou, zoals je misschien weet, Nederland ligt voor een groot gedeelte onder zeeniveau. En daar hebben we duinen en dijken voor. En zal het zeewater de komende tijd stijgen? En hoe gaan we dan het probleem oplossen? Zouden de dijken verhoogd moeten worden? Nou, om het eerste onderdeel van je vraag antwoord te geven. De achterliggende weken is er op de tv is er een uitzending geweest en daar is uitgelegd dat de zeespiegel waarschijnlijk de komende eeuw tussen de 35 centimeter en 85 centimeter zal stijgen. Okay. In de komende tijd zullen er innovatieve oplossingen bedacht moeten worden. Ten eerste, dijken ophogen tot een bepaald niveau zou kunnen en zal ook gebeuren. Aan de andere kant bevinden wij ons hier op een plek, dat is de polder Groot-Mijdrecht-Noord, die mogelijkerwijs als waterberging gebruikt zal worden. Zoals je al vroeg met betrekking tot hevige regenbuien, hebben wij in Nederland plekken nodig waar we tijdelijk water in op kunnen vangen. Hoe groot zullen die plekken dan ongeveer zijn? Ja, dat is afhankelijk van het gebied. Zoals je in Amsterdam hebben we een voorbeeld. Een gemengd, op bepaalde plekken gemengd rioolstelsel. En dan bij hevige regenbuien komt dat regenwater in een rioolbuis. Nou, wat is daar het nadeel van? Die buis die heeft een bepaalde capaciteit. En door die regenval is de capaciteit eigenlijk te klein. En dan krijg je, zoals wij dat noemen, een rioolovenstort. Nou, daar hebben wij hele grote bakken bedacht. Die onder de oppervlakte liggen en die bevatten een ruimte van zo'n 30 kubieke meter waar dan tijdelijk het water in opgevangen kan worden. En dat is een stedelijke oplossing. In een landelijke oplossing is dat wat makkelijker, want dan gaat het regenwater verdwijnt in de grond. Moeten we ons een beetje zorgen gaan maken als het water nu nog verder stijgt? Is er kans dat mensen echt uit hun huis weg moeten of dat er eventueel slachtoffers kunnen vallen? Ja, ik vind dat een vraag waar ik niet direct misschien een zinnig antwoord op kan geven. Ik denk wel dat er zorgen maken, de tijden zullen komen dat er veranderingen plaatsvinden. Of dat zorgen maken is, dat is wat anders. We zullen misschien anders moeten gaan bouwen. We zullen andere oplossingen moeten gaan bedenken. Zoals hier dan eigenlijk in deze polder is, zullen er bepaalde woningen en boerderijen verdwijnen als het waterpeil gaat stijgen. Nu hebben we steeds meer dat er records worden gebroken, record na record. En er wordt vaak, met record wordt vaak bedoeld dat het steeds warmer wordt in een jaar. Of ook dat er steeds meer regen valt. Ja. Hoe wordt momenteel, en als er nou steeds meer regen gaat vallen, hoe wordt het water dan precies verwerkt? Dat we eigenlijk niet meer, dat het riool dat eigenlijk niet meer aan kan. Nou, er zijn wat betreffende de waterafvoer. En dan is dat zeker in nieuwe nieuwbouwwijken van steden en dorpen is dat zeker nu al aan de gang. Daar maken we gebruik van wadi's. Dat zijn eigenlijk soort moerassen die je eigenlijk voor je huis hebt. Dus dan komt het regenwater op het dak terecht en vanaf de regenwaterafvoer komt het water eigenlijk in een soort moerasgebied terecht. Je kunt denken aan bestrating met open tegels, die soort wiebereffect.
Dus dan kan het water makkelijk de grond in penetreren. Maar in gebieden waar we dat niet hebben, waar veel asfalt is en heel veel woningbouw, zoals het vorige voorbeeld Amsterdam. En je hebt dan geen gescheiden riolen in bepaalde gebieden, heb je een andere oplossing. Heb je wel gescheiden riolen, dan kan je het regenwater naar het oppervlaktewater brengen. Oké, de watersnoodramp in 1953, dat is natuurlijk wel een uitzonderlijk geval. Maar zou het nog een keer kunnen voorkomen dat het water in de aankomende jaren steeds verder stijgt en dat we dan ons echt zorgen moeten gaan maken dat er eventueel een dijkdoorbraak zou kunnen zijn? Een aantal weken geleden hebben we, dacht ik, een aardig weeralarm gekregen met hevige stormen in Groningen, Friesland, daar sloegen het water ook al over de dijken. Maar ze zijn nu ook al met systemen te bedenken om te zeggen van, mag het water niet één keer in de zoveel jaar over de dijk slaan? Is dat een probleem? Anders gaan denken dan dat wij voorheen dachten van, er mag absoluut geen water, nooit en te nimmer, over een dijk komen. Hier in de polder waar we nu staan in Waverveen en Meidrecht wonen een aantal mensen die droge voeten houden te danken aan verschillende methodes. Een van die methodes is hier het gemaal in Waverveen. Kunt u misschien in het kort uitleggen hoe het gemaal waar we nu staan een inwerking gaat en hoe het precies een beetje werkt? Prima. Het gemaal dat werkt gemiddeld zo'n 8 à 10 uur per dag. En dan draait meestal één van de pompen. We gaan even naar deze pomp kijken. Deze pomp die heeft onder het wateroppervlakte heeft hij zijn mond. Die pomp die wordt in werking gesteld eerst door middel van een vacuümsysteem wat achter jou geplaatst is. Wat doet dat vacuümsysteem? Dat vacuümsysteem zorgt ervoor dat de pomp, mond en het stuk van het lichaam eigenlijk vacuüm gezogen wordt. En wat gebeurt er met vacuümzuigen? Dan stijgt het water automatisch vanuit de tocht in de pomp. Uiteindelijk is het water op niveau en dan gaat de pomp aan. En dan slaat hij het water door de afvoerpijp de Waver in. En de hoogte die hij hiermee overbrugt, dat zal zo'n 6,5 meter zijn. Dan, we staan hier 6,5 meter onder NAP. Dan zal die dus weer op het gelijk niveau met de zee moeten zijn? Nou, dat hoeft niet. Hij is niet gelijk niveau met de zee. Hij is met gelijk niveau met de Amstel. Het water gaat naar de Waver toe, van de Waver naar de Amstel. En de Amstel, het water in de waterstand in de Amstel is tussen de min 20 en min 40 centimeter onder NAP. En uiteindelijk komt het water in het Noordzeekanaal en dan hebben we een heel groot gemaal staan. En bij eb slaat die het water uit naar zee toe. En dan komt het water dat we hier, dat komt uit de grond hier. Dat gaat dan weer langzaam uit terug de grond, naar de zee. En het komt ook natuurlijk uit de lucht. Uit de lucht. Zijn er nou veel meer gemalen hier in Nederland die ervoor zorgen dat stukken grond droog kunnen zijn? Enorm veel. Ik weet niet het aantal. We hebben er zelf, geloof ik, misschien wel een 150. 150. Ik kan in ieder geval straks in het bedrijfsgebouw kan ik jullie een aantal van die gemalen laten zien. Het zijn niet allemaal grote gemalen, het zijn ook soms kleine gemalen. Maar al die gemalen die werken samen met elkaar om de polders, die allemaal verschillende hoogte hebben of diepte, te ontdoen van de wateroverlast. Kunnen we nou met zekerheid zeggen dat dijken in de komende jaren verhoogd zouden moeten worden? Ik denk wel dat er een aantal dijken verhoogd gaan worden, ja. Heel veel mensen maken zich zorgen. Is er dan wel echt de reden om ons zorgen te maken? Ik geloof zeker dat we zorgen. Ik geloof dat wij, een ander woord, dat wij misschien goed moeten nadenken over onze toekomst. En daar adequate oplossingen voor moeten bedenken.
En dat we hier direct moeten denken aan watersnood en duizenden mensen die omkomen. Dat is ook bij de dijkdoorbraak in Wilnis, heeft dat ook niet plaatsgevonden. Dat was een dijkverschuiving. Het was lastig en het was niet aantrekkelijk, maar er zijn geen doden bij gevallen. In some countries, the climate change will cause floods. However, in others, like in Africa, it can cause droughts. Droughts can be just as dangerous, maybe even worse. Droughts can also cause shortages of drinking water and food. Besides the rising of the water, global warming is also causing disasters of a totally different caliber. Due to the extreme heat in Southeast Asia, which stays for a very long time in the summer, lush, green, fertile grounds have turned into wastelands of nothing but sand and dust. People in the southeast region of Asia are having a really difficult time surviving these extreme weather patterns. Most of the people are now eating poisonous yams because of all their normal crops have shriveled up. They can choose, eat poisonous food or starve to death. A terrible paradox. Especially the people in Cambodia are having a tough time. They are right in the middle of near lethal death, so they suffer the most. People are starving each day. The elderly people and little children are very vulnerable to the extreme heat from the droughts. They are the first to die of it. These droughts are mainly caused by global warming heating up the earth. More and more droughts will occur as we go on in life, and more people will die as a cause of these droughts. We hebben het zojuist gehad over overstromingen. En wat natuurlijk ook een probleem kan zijn in de toekomst, zijn meer droogte die we krijgen. De zomers worden droger, de winters worden natter. Kan het zijn dat drinkwater schaars kan worden? We hebben het een tijdje geleden met code rood gehad. Kan het zijn dat drinkwater schaars kan worden in tijd van grote droogte? Zover ik weet, in ieder geval in Amsterdam, de watervoorziening van Amsterdam, is voldoende geborgd. Wat de rest betreft, weet ik niet, we gebruiken grondwater in vele delen van Nederland als drinkwater. We moeten in ieder geval zorgen dat er voldoende water vastgehouden wordt om uiteindelijk in de grond te kunnen dringen en daar later weer drinkwater van te kunnen maken. Ik heb ook ooit gehoord dat het IJsselmeer eventueel als drinkwatervoorziening kan gebruikt worden. Ik kan je in ieder geval zeggen dat het IJsselmeer al jaren als drinkwaterdepot gebruikt wordt. Het is namelijk zo dat provinciaal waterleidingbedrijf Noord-Holland heeft zijn drinkwaterreservoir is het IJsselmeer. En in Andijk hebben wij een waterinlaat en een voorzuivering. En van daaruit middels pijpleidingen wordt het... Het gezuiverde oppervlaktewater gebracht naar de duinen. En daar wordt er bij Castricum wordt er weer drinkwater van gemaakt. En dat gaat dan weer naar de bewoners in Noord-Holland. Kunt u vertellen wat waternet precies is en wat de functie van waternet is? Ja, waternet is het eerste watercyclusbedrijf van Nederland. Waternet die heeft twee opdrachtgevers. Waternet heeft de ene opdrachtgever Amsterdam, gemeente Amsterdam. En daar doen wij drinkwatervoorziening, rioolbeheer en het ondiepe grondwater. De tweede opdrachtgever is het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht. En daar verzorgen we alle waterschapstaken. Alle waterschapstaken, wat houdt dat precies in? Nou, we kunnen dat even verdichten tot twee taken. Het zorgen voor droge voeten en een goed en gezond leefmilieu, dus goed, gezond oppervlaktewater.
Het water dat wij thuis in het in huis, in het Gooi of in Amsterdam uit de kraan krijgen. Heeft Waternet daar ook voor gezorgd? Voor Amsterdam wel. Voor in het Gooi zijn er meerdere bedrijven. We hebben zeg maar in Bussum en omgeving, Bussum Naren, doet PWN, het provinciaal waterleidingbedrijf Noord-Holland. En in Hilversum hebben ze grondwater. Nou, we staan hier aan de Waver. Dus de uitlaatzijde van het gemaal. Daar kunnen we zien dat de NAP-schaal ongeveer zo'n 40 centimeter onder NAP aangeeft. Nou, dat is ook de gebruikelijke waterstand, min 20 tot min 40. En we zien nu ook al aan de belletjes, kunnen we zien dat de pomp het gemaal eigenlijk in werking is gezet. En dat het water uitgeslagen wordt vanuit de polder Groot-Mijdrecht-Noord. Whilst we were outside, the water pumping system started to work. We could see it from little bubbles in the water. We went back inside to see how it worked. We hebben al eerder gezien dat we hier twee pompen hebben. Totale capaciteit 300 kubieke meter water per minuut. De pomp die nu aangeslagen is, is de pomp die een capaciteit heeft van 170 kubieke meter water per minuut. Dus de pompen die draaien bij toerbeurt. Die gele kast, daar zit eigenlijk de elektromotor in. En je kunt eigenlijk al zien dat zo'n klein elektromotortje niet geschikt is om die hele waterkolom eigenlijk naar boven te brengen. Nou, vandaar dat ook, wat we al eerder verteld hebben, dat via het vacuüm gebeurt. Wat is het bijzondere van deze pomp? Deze pomp die kan namelijk, die wordt aangedreven door een elektromotor. Maar als de elektromotor uitvalt, vanwege dat de energievoorziening de mist is, hebben we hier op het, hiernaast hebben we nog een andere motor staan, die we dan in noodgevallen aan kunnen zetten. En dat is een dieselpomp. Dus een hele grote dieselmotor, die zorgt ervoor dat dit gemaal dan blijft draaien. Anders, als er geen pompen zouden draaien, zou de polder onder water komen te staan. Like I said, Holland uses different methods. One of the methods is the Delta Works. Look at this view taken from a helicopter. The Netherlands are located about 3 meters on the sea level. Therefore, we have built dikes to protect us from the water. Since the Waternoodramp in 1953, it was clear we needed such protection, so we built the giant Delta Works, already considered as one of the modern wonders of the world. Unfortunately, not all countries can afford such wonderful projects, causing many poor countries to get flooded often. This makes their already bad financial situation even worse because of the reparation and feeding costs. But, with technology in countries like ours, we could help these other countries. The first of the Delta Works were created in 1958, about 5 years after the major flood in 1953. Ever since we've built these, we have had no extreme flooding. In this documentary, you can see that the climate change can have serious consequences. Floods and droughts are problems, especially to those who can't afford any methods to protect themselves from water. Also, you can help. You can manage your resources in the right way, and you don't have to take everything for granted. Watch the next videos, and consider donating money to charities. I say to you, goodbye.